Tegenwoordig is het lastig om informatie te filteren. Door de mogelijkheden van het internet kan iedereen informatie plaatsen. Het vinden van relevante informatie en media is daardoor een stuk moeilijker. Hierdoor is er een markt ontstaan in het maken van applicaties die informatie kunnen filteren. Peter Frisse van Greaser Legal NL vertelt ons meer over zijn applicatie. Met een informatieplatform kun je doelgerichter zoeken, omdat alleen die websites worden doorzocht die in samenwerking met de klant worden geselecteerd. Voordeel is dat je tijdwinst boekt, omdat je weinig ruis krijgt. Vaak heb je bij Google allerlei resultaten waar je niks aan hebt. En hier weet je eigenlijk zeker dat als je het profiel goed hebt ingesteld, dat je alleen maar die informatie krijgt die ook echt relevant is. Interesseprofielen die bieden de mogelijkheid om informatie te filteren op basis van gebruikerskeuzes. Dat is af uit te werken voor de juridische markt bijvoorbeeld. Dan kun je denken aan rechtsgebieden die je kan kiezen, informatiesoorten waar je een keuze uit kunt maken, blogs of evenementen of boeken, al naar gelang waar je interesses liggen. En je kan ook kiezen voor de afzender. Dus je kan zeggen ik wil alleen maar informatie krijgen van de overheid of alleen maar informatie van aanbieders van informatie of van collega's. En dat samen zorgt ervoor dat zo'n interesseprofiel heel gericht de informatie zoekt. Deze applicaties zijn vooral interessant voor professionals die moeite hebben om hun vakgebied bij te houden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het onderwijs, waar natuurlijk heel veel nieuwe informatie is, of de gezondheidszorg. Hetzelfde geldt voor juristen uiteraard. En deze applicatie maakt het gewoon mogelijk om tijdwinst te boeken, omdat je heel gericht informatie doorzoekt. Bijvoorbeeld historische informatie. Zo ben ik zelf geïnteresseerd in het Koninklijk Huis en ben op informatie gestuurd die ik anders nooit zou hebben gevonden. Wil je meer informatie over deze applicatie? Neem dan een kijkje op onze website.